Zo, dit is even wat anders. Dit is namelijk de allereerste favoriete video die ik voor jullie op ga nemen. Ik krijg van jullie zo ontzettend veel vragen over dingen die voorbij komen in mijn vlogs of op mijn social media kanalen, dat ik besloten heb om vandaag voor het eerst een favoriete video op te nemen. Het is een probeersel, dus laat vooral achter in de comments wat jullie ervan vinden en of jullie willen dat ik dit vaker op ga nemen voor jullie. Het leek me in ieder geval voor jullie leuk, omdat ik zo in één klap al jullie vragen kan beantwoorden en jullie ook rechtstreeks kunnen vinden waar ik alle spullen vandaan haal. Ik wil allereerst wel even zeggen dat de producten die in deze video voorbij komen niet gesponsord zijn. Dat wil zeggen, ik word niet betaald door deze merken of bedrijven om deze dingen te laten zien aan jullie. Het zijn echt producten waar ik zelf oprecht enthousiast over ben en die ik gewoon graag met jullie wil delen. Ik begin het rijtje van mijn november favorieten met een heel praktisch product, namelijk een batterijoplader. Ongemerkt gebruik ik toch aardig wat batterijen in mijn dagelijks leven. Zo zitten er batterijen in mijn computermuis, in mijn toetsenbord, in mijn headphones, afstandsbedieningen en zelfs in mijn automatische prullenbak. Ik werd helemaal gek van de batterijen die ik moest kopen. Daarom was ik op zoek naar een alternatieve oplossing. En er bestaan natuurlijk gewoon oplaadbare batterijen. Oplaadbare batterijen zijn voor mij de laatste tijd echt een uitkomst. En zeker met deze oplader die ik onlangs gekocht heb. Deze oplader is van Duracell en er passen zowel AA als AAA batterijen in. Er zitten nu twee AAA batterijen in zoals je ziet. En deze oplader is heel fijn omdat je hem zo in de muur kunt pluggen en je kunt hem dichtklappen. Dus het neemt heel weinig ruimte in beslag. En daarnaast zijn alle batterijen binnen 45 minuten opgeladen. Helemaal top. Ik zal het linkje naar deze oplader hier onder de video plaatsen. Dan ga ik verder met een beautyproduct, namelijk mijn favoriete nagellak van dit moment. Dat is de Essie Couture Gel Lak. En er zijn twee kleuren die op dit moment mijn absolute favoriet zijn. Dit zijn mijn twee favoriete kleurtjes. Deze draag ik nu ook op het moment zoals je ziet. De eerste kleur is Take Me to Tread. En die heb ik nu dus ook op zoals je ziet. Die is wat lichter, een beetje een taupe kleur. En mijn tweede favoriet is deze wijnrode kleur en die heet Model Clicks. De linkjes hiervan zal ik overigens ook onder deze video plaatsen. En dan ga ik nu verder met een iets digitaler product. Dat is namelijk deze e-reader van Kobo. En dit is een van de laatste. Ik ben er ontzettend blij mee. Ik gebruik hem dagelijks. En ja, ik ben nog steeds ook heel groot fan van het voelen van echte boeken in je handen. Maar ik moet zeggen, 's avonds in bed is dit mijn favoriet. En dat komt omdat het scherm verlicht is. En ik dus gewoon alle lampen om me heen uit kan doen. Onder de dekens kan kruipen. En lekker mijn boek kan lezen. Zonder dat ik daar verder nog iets voor nodig heb. Het scherm kijkt ook heel prettig. Dus dat is ook een groot voordeel. Absoluut een aanrader voor mensen die van lezen houden en die dat vooral doen 's avonds in hun bed. Het scherm ziet er overigens zo uit. En ik heb daar zelf een hoesje omheen gekocht, dus die hoort er niet bij officieel. Het linkje naar deze Kobo Reader zal ik hier onder de video plaatsen. Dit is bijvoorbeeld ook een ontzettend leuk cadeau voor de kerst. Mijn vierde favoriet van deze maand is een verzorgingsproduct. En dat is deze oogcreme van Kiehl's. Ik zweer zelf, zeker bij dit weer, twee keer per dag bij een oogcreme. En deze van Kiehl's is voor mij heel erg prettig. Ik heb zelf vaak last van een droge huid, dus ik hou van een wat vettigere creme. En deze is echt heerlijk. En ik heb er al heel veel geprobeerd, maar dit is tot nu toe echt de allerfijnste. Ik heb ook een hele gevoelige huid. Ik reageer dan ook heel snel op bepaalde crèmes. En bij deze helemaal niet. Het zorgt voor een hele gehydrateerde huid onder mijn ogen. En het zorgt er ook voor dat mijn make-up mooier blijft zitten. Het is een hele fijne crème. En hij is betaalbaar, dus ik ben heel erg blij met deze ontdekking en ik gebruik hem twee keer per dag op dit moment. En de Happiness Planner voor komend jaar kon natuurlijk niet ontbreken in deze favorieten. Als het goed is, hebben jullie deze al een keer voorbij zien komen in een van mijn vlogs. En dit is een soort dagelijks dagboek waarin je je doelen kunt opschrijven. Aan het begin van het jaar schrijf je al je doelen voor dat komende jaar op in dit boek. En naarmate het jaar vordert, werk je daar naartoe. En elke maand heb je een soort reflectie om te kijken hoe ver je gekomen bent. Ik vind dit heel erg leuk. Het helpt mij ook focussen op de dingen die ik persoonlijk belangrijk vind in mijn leven. En ik vind het gewoon leuk om dit soort dingen in te vullen en daar dagelijks mee bezig te zijn. Vandaar dat ik hem besteld heb. En als jullie hem nu bestellen, dan hebben jullie hem ook op tijd binnen voor het komende jaar. Ik zal het linkje wederom hier onder de video plaatsen. Het ziet er overigens zo uit. En ik heb gekozen voor de roze variant, maar hij is er ook in het blauw-groen. En de pagina's zien er ongeveer zo uit. Superleuk.
En de laatste favoriet die ik deze maand met jullie wil delen is mijn absolute basis make-up geheim. Het is een primer en een primer gebruik je na je dagelijkse gezichtsverzorging en voordat je begint aan je make-up. De flacon ziet er zo uit. Je hebt hier overigens meerdere varianten van. Dit is de Radiance, daar ben ik zelf heel erg fan van. Die zorgt voor een beetje een glowy effect door je make-up heen. Ik hou persoonlijk niet van hele zware make-up of een hele dikke foundation laag. Ik gebruik zelf alleen een lichte BB cream en daar is deze perfect onder. Deze primer zorgt ervoor dat mijn make-up de hele dag op zijn plek blijft zitten, wat ik ook doe. En nadat ik deze primer over mijn gezicht verspreid heb, kan ik beginnen met de basis van mijn make-up. En die bestaat altijd uit een BB cream van Laura Mercier. Die doe ik er overheen. Ik vind persoonlijk dat dat het mooiste effect geeft bij mij en ook het meest natuurlijk. Ik heb namelijk sproetjes zoals jullie kunnen zien en ik wil wel graag dat dat gewoon zichtbaar blijft door mijn make-up. En dat betekent dat mijn make-up niet te dekkend mag zijn en dat lukt perfect met deze combinatie. Laura Mercier is niet goedkoop, het is best wel aan de prijs, maar daar staat wel tegenover dat ik deze flacon al ruim 3/4 jaar heb en dat hij nog niet voor de helft leeg is, dus hij is wel heel erg zuinig in het gebruik. Zo, dat was hem. De allereerste favoriete video voor jullie. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Alle producten die jullie voorbij hebben zien komen in deze video staan hieronder in de beschrijving opgenoemd met een link. Dus dat maakt het voor jullie allemaal een stukje makkelijker. Ik ben benieuwd wat jullie van deze video vonden en of jullie dit vaker willen terugzien komen in mijn videoroutine. Laat het vooral weten in de comments. Ik blijf natuurlijk ook gewoon vloggen. Die vlogs die komen gewoon wekelijks online. Maar als jullie dat leuk vinden, dan voeg ik deze maandelijkse favoriete video toe aan mijn videoroutine. Maar voor nu wil ik jullie in ieder geval een hele fijne zondag wensen. Tot de volgende video!